Nu lost Ruud op, maar het zou fijn zijn als de mensen op de dijk elkaar kunnen aanspreken over de M van het feit dat die waardigheid vrij. Dat is echt niet voor niks, dat is niet als een verenigheid, maar dat is echt gewoon dat het nodig is. Dat je daar moet kunnen lopen en houdt de bussen voor allerlei dingen die door de kwestie mogelijk los kunnen raken van die auto. Dat is echt gewoon even vast. Dat geldt ook voor die mensen hier, hallo. Die jonge dame daar, ziet u het ooit? Dat is voldoen aan heel veel technische functies. Daar dat we gaan kijken naar de grote mannen. Die van Dreaming zou zeggen. Ja, je moet een beetje blijven zo. Dus af en toe realistisch wordt de workshop niet. Hij doet dit jaar de toetreding in deze stad van Auto.
Motorsport 11 al redelijk goed bezig in de kunstjes hiervoor. Maar nu heeft hij een hele grote auto. En dat hij zijn vingers heeft, dat laat hij nu te zien. Hij heeft gewoon gevoel voor de bal. Vingerspitsengevoel heeft deze man. En dan gaat hij zo meteen weer helemaal los met deze auto. In het kader prijs de dag niet voordat het avond is, rijdt hij wel op een eerste plek. We rollen, we rollen, we rollen. En we zien de Dogger op een derde plek positie. Volgens de toekeren wou ik eigenlijk zeggen. En ik denk dat dit nog een beetje redelijk ernstig is. Want ja, het valt ook niet allemaal even. Dat is hier de baan geleider. En de Dogger, wat zijn overheid, de tijd en de tijd op het